Goedemorgen iedereen, welkom bij weer een nieuwe video. 1, 2, 3, fuck it! Het is vandaag woensdag. En er zijn echt mega veel pakjes aangekomen. Dus je kunt zien, heel groot. Ik denk dat dat babybedje is. Eén van de twee, want we hebben twee babybedjes. Eén voor op onze kamer en één voor in de baby zijn kamer. Dan daar en daar, de Senyo. Ik heb kaders besteld voor de kamer van de baby. Dus dat is denk ik de Senyo bestelling. En dan de andere is denk ik nog zo'n bal. Maar ik ben even buiten adem, maar ik heb al 2-3 weken last van mijn staartbeen. En ik had het daar met Celine toen over. En ik denk dat velen wel weten dat Celine bekkeninstabiliteit heeft. En zij zei van dat dat het begin is. Dus ik probeer echt goed elke dag oefeningen te doen. Dat ik niet zoveel pijn krijg als dat Celine had even geleden op vakantie. En zo'n bal is dan ook goed om te zitten. Ik hoor een auto. Maar ik ga nu naar de acupunctuur. Ik kreeg... Maar ik ben echt buiten adem. Gewoon van de trappen. Maar ik kreeg de vraag van... Doet je dat nog nu je zwanger bent? En ja. Ik heb dat ook gedaan toen ik zwanger wou worden. Ik deed dat voor mijn darmen. En toen heb ik ook gezegd dat we graag een kindje wouden. Dus daar heeft hij toen ook op ingezet. Misschien is het darm zo snel gegaan. Who knows. Dat weten we niet. Maar ik doe dat nu ook. Ik heb in het begin hard ingezet op mijn misselijkheid. Wat goed hielp. En dan nu vandaag ga ik van mijn staartbeentje ook even vragen. Ik heb ook tegenwoordig vaker hoofdpijn. Dus dat ga ik ook vragen als hij daarop kan inzetten. En dan gewoon voor de goede werking van mijn darmen en zo. Dus dat gaan we vandaag... denk ik doen, maar ik zal wel weer een stukje filmen. Als je zwanger bent, gebruikt hij wel enkel de laser, denk ik. Allee, bij mij heeft hij tot nu toe toch altijd alleen maar de laser gebruikt. En denk ik niet dat hij naald is gebruikt. En sowieso de onderbuik vermijdt die. Mijn buik is trouwens vandaag weer wel wat dikker. Ik heb zo'n flared pants aan. Met zo'n zwangerschapsband en een trui van Chicel. Die broek is van H&M, denk ik. Gewoon comfy. Het regent ook heel hard buiten. Dus gewoon comfy. Lekker comfy en cozy. Maar ik ga weer trekken. Oké, ik ben terug onderweg naar huis. Ik was bij Wim, maar ik heb me denk ik vergist van uur. Want Wim, ik stond daar normaal, dus hij altijd stipt op het uur dat hij de deur open doet. En ik belde, want het was al 10 na. En die zei, ik heb u opstaan om 2:30. Ik zeg, ah oei, want die was nog op een ander werk. Ik zeg, oei. Ik weet niet, met mijn pregnancy brain dat ik 11 uur heb gezet in mijn agenda zeker. Ik heb mijn handen smetten. Ik ben eigenlijk nergens binnen geweest of aangeweest. Maar oké. Okay. Dus ja, stond ik daar. Maar om 2:30 kan ik niet, want ik moet ook nog naar kantoor en ik heb nog heel veel werk. Dus om dan nog eens terug te rijden, dat gaat niet lukken. Dus ga ik volgende week gaan. Oeh, amai. Het regent echt zo hard. Echt niet normaal. Echt hard regenen. Maar oké. Okay. Dus geen acupunctuur in deze vlog. Maar
Misschien volgende week de vlog. Als ik me dan niet vergis van een uur. Amai, echt erg. Mijn brain is echt... Goedemorgen, het is de volgende dag. Ik heb gisteren niks meer gefilmd. Ik was dus naar de acupunctuur. Ik denk dat dat het laatste is wat jullie hebben gezien. Maar dat, ja, ik mij vergist dat van uur. En daarna heb ik eigenlijk gewoon de hele dag gewerkt op kantoor en dan thuis nog. Dus voor de rest heb ik niks gedaan gisteren. Ik heb wel nog gaan eten bij Niels zijn mama. Stoofvlees. Was heel lekker. En nu ga ik ontbijten. Ik zal direct even laten zien wat ik heb. En daarna, het regent heel hard. Ik wou thans naar kantoor om de nieuwe collectie te brengen, maar ik kan die doos niet in zijn geheel dragen. Allee, dat zijn twee dozen. Dus ik moet daar een deeltjes doen. Maar als het zo hard regent, ga ik niet heel de tijd op en af naar mijn auto lopen natuurlijk. Dus ik ga even nadenken. Misschien dat ik dan eerst mijn computerwerk voor mezelf doe. En monteren en daarna, na de middag, als het misschien minder regent, naar kantoor gaan. Ik ga zelfs zien. Ik zit trouwens op zo'n bal, sorry. Ik wil niks flashen, maar ik zit op zo'n wiebelbal omdat ik wat pijn heb van mijn staartbeen. Ik denk dat ik dat gisteren al heb gezegd, maar dat is het begin van bekkeninstabiliteit. En ik weet dat Celine er heel hard van afziet. Dus ik probeer om dat niet te krijgen of niet zo fel. En dit is mijn ontbijt. Ik heb fruit, ik heb watermeloen, aardbeien, druiven en pruim. Dan heb ik een thee, dit is gewoon bessenthee. En dan heb ik appelsiensap. En als ik zelfs nog honger heb, wat waarschijnlijk wel is, eet ik nog een kommetje Rice Krispies. Maar dit is dus wat ik doe om naar het toilet te kunnen. Yep. En eergisteren had ik ook mijn 16 weken echo. Op de echo bleek, ik heb nu een nieuwe datum, dat is 2012 in de plaats van 2512. Dus 2012 is nu mijn bevallingsdatum. En op de echo bleek dat ik ergens tussen de 17 weken en een half en 18 weken en een half zat. Dus ja, ik reken gewoon voor mezelf elke maandag. Dus jullie zien deze vlog op vrijdag, dus de maandag die komt, dat ik dan 18 weken ben. Dan doe ik dat zo. Maar, want ja, is moeilijk. Maar ik zal een klein stukje... Ik had een stukje van de echo gefilmd, omdat Niels er niet bij kon zijn. Zodat ik dat aan Niels kon laten zien. En ik zal hier een klein stukje invoegen. Zuur. Ja. Maar gewoon voor de fun. 11 centimeter. Oké, okay. Ja. Maar dat is niet meer zo betrouwbaar omdat ze gewoon te groot beginnen worden. Hè? Ja. Maar je ziet hem heel mooi. Hem of haar, ik weet het niet. Jij weet hem, wat het wordt. Ja. Hem. Heel mooi de twee zelfjes. Ja. Mondje, bovenlipje mooi gesloten. Oh, ja, oké, dat was een klein stukje van de echo. Dat ga ik niet elke keer doen. Want dat is ergens ook zo'n beetje een mooi moment voor ons. Maar natuurlijk... Fijn om eens te laten zien. Alles was heel goed met onze baby. En alles groeit heel goed. Zelfs de piemeltje was al heel goed gegroeid. Dus alles was goed te zien. Het was zeer duidelijk dat het een jongetje was. En het was heel cute. Oké, nu ga ik ontbijten, werken en dan zie ik jullie later deze dag. Oh, 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 oh
is ondertussen 2:30 en ik heb echt net pas middag gegeten. Ik ben nu heel even Virgin River aan het kijken. Er is een nieuw seizoen. Want ik heb even een dipje. Allee, een dipje. Even moe. Oh. Dat is tegenwoordig elke dag zo. Even rond dit uur. Dat ik heel even moe ben. Maar ik heb mijn laptop hier. Dus ik ga direct de tv afzetten. Of gewoon iets opzetten wat zoals achtergrondgeluid dient. En dan ga ik verder werken. Ik heb alles op kantoor goed kunnen doen. Ik denk dat jullie het al hebben gezien. Ik heb zelfs mijn eten nog laten zien, denk ik. Ja, ik denk het wel. Of niet? Nee, dat is niet waar. Ik heb mijn eten niet laten zien. Dat was deze morgen. Ik had net toast met scrambled eggs gegeten. Vergis me met deze morgen, amai. Maar op kantoor heb ik alles kunnen doen. Karton en zo moest ook buiten. Er was een beetje een nieuwe collectie aangekomen. Nog, maar dat staat hier. Dus dat ga ik nog morgen, denk ik, doen. Want nu regent het terug weer buiten. Ik ga nog heel even chillen, 5 minuten. Dan ga ik... Ja? Kom. Hey. Dan ga ik terug verder werken. Met mijn baby. Mijn buik. Oh, ik kan weer echt een paar dagen niet naar het toilet. En dat is weer mijn buik nu. Maar iemand had mij aangeraden trouwens om dit water te drinken. 1 liter per dag en dan nog gewoon water, 2 liter. Omdat hier heel veel magnesium in zit en dan zou je ook goed van naar het toilet kunnen gaan. Dus ik dacht, ja, ik kan het proberen. Hè. Dat is maar water, dus I'm gonna try. Ik heb gisteren al 1 liter gedronken bij Niels zijn ouders. Oh, en sorry. En dan vandaag 1 liter. Ik heb dat meegebracht van de winkel. Oké, ik ben weer aan het zagen, dus tjaukes. Het is ondertussen bijna 7 uur. Ik heb burrito bowls gemaakt. Voor Niels, voor mij. Ik heb guacamole gemaakt, vers met tomaatjes en heel veel koriander. En we hebben tortilla chips. Yummy! Ik volg trouwens het recept voor burrito bowl op uitpaulienskeuken.nl. Ik weet niet of jullie het gaan zien. Maar daar. Dat is wat ik heb gevolgd. Het was eigenlijk heel simpel. Het is ondertussen 9 uur. Ik ben thee aan het drinken. En ik heb watermeloen. Dat eet ik echt wel veel. De laatste tijd. Want dat is zo lekker verfrissend. Mm. En ik ben Married at First Sight Australia aan het kijken. Die volg ik nu. Die komt op VTN2. Ik vind het wel goed. Het is wel spannend. Er gebeurt echt veel. Dus het is wel goed om te zien. Niels is aan het sporten in de garage. Ik heb net ook een paar oefeningen gedaan. Zo wat yoga en wat oefeningen voor mijn bekken. En nu ga ik de vlog afsluiten, want ik ga eten. We gaan s'avonds met Niels nog iets kijken. Ik denk een kampioenen of zo. En dan denk ik dat we gaan slapen. Dus hopelijk vonden jullie de vlog leuk. Dus zeker thumbs up. Laat een leuke comment na. En ik zie jullie snel weer. Doei.